een bitcoin waar hij heel trots op is, waarvan hij zegt dat, dat is het voor mij. Nou, dan gaan we eens even kijken hoe ver je kan. Decentraal geld. Decentraal geld. Is het lekker kort? Ja, twee woorden. Ik ben hoop lettergrepen, maar... Ja. Nee, maar nou ja, decentraal is een heel belangrijk aspect van Bitcoin. Komen we straks ook op terug. Sterker nog, misschien is dat wel het revolutionaire aspect wat daadwerkelijk gewoon ons in staat stelt om de wereld helemaal anders in te gaan richten. Als we ermee om leren gaan. Grote uitdaging. En als we niet allemaal nog opgesloten worden voor die tijd. Kan ook nog gebeuren. Ik zie het in een reeks aan veranderingen. Ik zei het, ik ben 1970 geboren. Een aantal van de dingen die we nu heel normaal vinden, zoals internet, is gebaseerd op protocollen en ideeën en technieken die rond die tijd al bestonden. Maar zo hun tijd nodig hadden om die toepassing te vinden en de grootschaligheid van die toepassing. Ik zat zelf begin jaren 90 op die universiteit en ik herinner me nog dat ik ergens in 92 of zo in de kelders van de universiteit achter een computer zat en informatie las van een Amerikaanse universiteit via Gopher was dat systeem. En dat was helemaal wat raar, want ik was gewoon fysieke bibliotheken gewend en de meeste van jullie kunnen zich daar nog wat bij voorstellen. Als ik voor hele jonge mensen vertel, dan moet ik dat helemaal uitleggen, maar jullie snappen het nog. Ik vond het heel gaaf. Maar ik ben er niet meteen wat mee gaan doen of zo. Toen eind jaren 90 ben ik eens een website van een beetje in elkaar gaan zetten. En toen raakte er wat meer bij betrokken. En toen begin deze eeuw, toen kwam die web 2.0 er een beetje aan. En toen was het niet alleen maar dat je zelf een website kon bouwen, maar dat je ook websites kon bouwen anderen wat aan toe konden voegen. Waar bijvoorbeeld Wikipedia een eerste voorbeeld van was. Dat was echt al een revolutie. Toen veranderde de manier van communiceren nog een keer drastisch. Nou, daarna kwamen Twitter, Facebook en alle chat-apps die je van dit moment hebt. Wat nog een keer ervoor zorgde dat de manier waarop informatie stroomde heel erg fundamenteel veranderde. En het moment dat ik in 2010, 2011 voor het eerst wat hoorde over Bitcoin. Ik was er dus niet zo vroeg bij, want in 2008 was die whitepaper al geschreven. Trage dojo. Toen kreeg ik datzelfde gevoel als wat ik begin jaren 90 had op de universiteit. Achter die computer van, wauw, dit is echt anders. Ik las over Bitcoin, ik ben helemaal geen programmeur, maar de concepten die me in die whitepaper werden uitgelegd, dat zijn 8 pagina's, goed leesbaar Engels, niet ingewikkeld, zou je echt een keertje op een zondagmiddag met een drankje erbij gewoon moeten doen, maakte dat ik dacht, hier gaat iets fundamenteels veranderen, net zoals het internet. Informatievoorziening fundamenteel laat veranderen. Dus ik zie dit echt als een volgende revolutionaire stap. En dat maakt ook meteen dat ik eigenlijk niet kan voorspellen wat er precies mee gaat gebeuren. Want begin jaren 90 zat ik achter die computer en kon ik niet bedenken dat ik nou een telefoon zou hebben met Twitter en chat-apps en weet ik veel wat allemaal niet. Dat is nu, voelt dat heel logisch, dat is meebeleefd. En nou ja, die voorspellingen hieromtrent, die zijn dus heel gevaarlijk. Aan de andere kant, soms gaat het harder dan je denkt. Daar komen we straks nog wel op terug. Dus ik verwacht hier nogal wat van. En ik hoop dat enthousiasme een beetje op jullie over te brengen. Nou, heel vaak, jij zei al, het is decentraal geld. Heel vaak zeggen mensen, nou, Bitcoin en de blockchain, dat is geld. Virtueel geld, internetgeld, maar dat is het eerste. Maar ik denk dat het puntje van de ijsberg is. Ik denk dat de technologie die Bitcoin mogelijk maakt hele andere dingen gaat faciliteren dan alleen maar geld. Waarschijnlijk is geld de eerste app op de blockchain. Net zoals e-mail een app op het internet is, om het maar even zo een beetje te vergelijken. En om te begrijpen hoe dat kan, wil ik even uitzoomen naar een ander onderwerp. Geld bestaat om handel te kunnen drijven. Als ik het eventjes plat sla. Als er economen in de zaal zijn die daar iets anders van vinden, snap ik dat. Maar voor deze uitleg, geld is echt super handig om te handelen. Want dan kunnen we hele verschillende dingen goed tegen elkaar uitruilen. Sorry? Nee, in plaats van schapen en kamelen. Ja, dat is zo. Hè? En hoe lang blijft die nou goed? En moet je ze dan voeren al de tijd? En, zijn 12 kamelen, is dat wel genoeg voor jouw vrouw en zo? Het is allemaal heel ingewikkeld. Geld is een heel stuk makkelijker wat dat betreft. Maar door de eeuw heen is handel natuurlijk wel ontzaglijk complex geworden. Hè? We handelen met alles en iedereen over de hele wereld in allerlei verschillende valuta. Met allerlei verschillende soorten
handelmodellen, gewoon geld voor producten, maar ook aandelen, investeringen, weet ik wat allemaal niet. Het is heel complex geworden. En in dat immens complexe handelsnetwerk worden door bedrijven en mensen boekhoudingen gehanteerd. Waarin je bijhoudt hoeveel geld krijg ik binnen, hoeveel geld geef ik uit, ben ik aan het sparen, komt mijn investering, komt er een beetje rendement van. Die boekhoudingen, die zijn eigenlijk altijd besloten. Mijn boekhouding is mijn boekhouding. Die hoef jij helemaal niet zo nodig te zien. En dat geldt voor elk bedrijf. Dat betekent dat als bedrijven met elkaar handel moeten doen, en die handel en de controles daarop op een gegeven moment uitgevoerd moeten worden, dat ze dat niet vanzelfsprekend kunnen. En dat we daar derde partijen bij gebruiken. Denk aan overheden die geld uitgeven, banken die transactieverkeer faciliteren, accountants die controles doen, notarissen die overeenkomsten en contracten vaststellen, en het geld zelf. Gewoon de papieren en de muntjes. Die zijn super handig geweest tot nu toe om ervoor te zorgen dat we die handel konden drijven. En die noemen we de vertrouwde derde partijen. Loop maar de straat op, vraag iemand maar eens van wat is geld? En dan krijg je een uitspraak die eigenlijk betekent, ik weet het niet, maar ik weet wel dat dit briefje van 10 euro ongeveer gelijk staat aan zoveel koppen koffie of zoveel brood of zoiets. Het heeft een bepaalde hoeveelheid van vertrouwen die vertegenwoordigd wordt door het feit dat een bank dat papiertje heeft uitgegeven, om het maar even plat te slaan. Maar wie de afgelopen jaren een beetje opgelet heeft, die weet natuurlijk dat zoals we met geld omgaan, zeker sinds we digitaal zijn gaan bankieren, dat geld eigenlijk alleen maar nulletjes en eentjes zijn. En dat het een soort van afspraak is dat we elkaar blijven vertrouwen. Nou, daar grijpt Bitcoin, daar grijpt de technologie van de blockchain dramatisch op in. Want in plaats van dat we die derde partijen hebben die het mogelijk maken om handel te drijven, doordat een land bijvoorbeeld munten uitgeeft, doordat een bank bijvoorbeeld transacties voor jou faciliteert, bestaat het netwerk van Bitcoin uit een wereldwijd netwerk van computers, groot en klein, zo klein als deze, zo groot als hele serverpaleizen vol, die continu alle transacties in de wereld van Bitcoin verwerken. En netjes bijhouden hoeveel Bitcoin van partij A naar partij B gaat en wanneer dat gebeurd is. En dat doen ze met ingewikkelde cryptografische sommetjes, zodat het niet zo snel te falsificeren zou zijn. En ze doen het ook nog op zo'n manier dat de totale boekhouding van al die transacties continu gekopieerd wordt door het netwerk, zodat iedere computer in het netwerk een accurate, up-to-date kopie ervan heeft. Nou, dat groot boek, die lijst van transacties, dat noemen we de blockchain. En het heet blockchain omdat het een ketting van afgeronde blokken transacties is. Om het maar even heel makkelijk te maken, elke 9 à 10 minuten wordt een hele reeks aan transacties samengevoegd met een soort van digitale strik eromheen. Dit is mooi. En als de sommetjes kloppen, dan wordt toegevoegd aan de keten van transacties die al eerder waren vastgelegd. En dan mag de miner die strik eromheen getrokken krijgt, die mag dan voor zichzelf in het nieuwe blok 25 bitcoin minen, die hij dan vervolgens kan verpassen, zodat hij weer euro's of dollars of yen heeft om de energierekening te betalen. Daar kom ik straks nog wel een keertje op terug. En ze houden onderling in de gaten en ze zorgen ervoor dat iedereen in dat netwerk een actuele kopie heeft met al die transacties. Ondertussen gigabytes en gigabytes aan informatie van transacties. En zo'n transactie is dan niet van Liekle heeft aan Jurjen 2 bitcoin overgemaakt, maar een moeilijk onleesbaar adres heeft 2 bitcoin overgemaakt naar een ander moeilijk onleesbaar adres. Dus het is redelijk anoniem, ook, nou, pseudoniem ook nog een keer. Dus we staan niet met naam en toenaam in, maar als ik zou zeggen van nou, dit is mijn publieke bitcoin adres, dan zouden jullie in die blockchain kunnen kijken welke bitcoins daar naartoe zijn gegaan en hoeveel er weer vandaan zijn gegaan. Dat levert een nieuw soort transparantie op in boekhouding die we tot voor kort nog niet kenden. Ja. Even een vraagje tussendoor. Ja. Daaruit kun je afleiden als je dat hebt, hoeveel bitcoins iemand op een moment in bezit heeft. Klopt dat? Dat zou kunnen als je alle bitcoin-adressen kent die die persoon gebruikt. Ja. De grap is dat eigenlijk elke programmaatje, elke app die je gebruikt om bitcoins mee
te verhandelen of te ontvangen en weg te geven, maakt voor elke transactie een unieke nieuw adres aan. Dus als je die niet publiceert, dan kun je toch behoorlijk anoniem door het leven. Maar niet zien zeg maar, hoe de totale waarde van alle bitcoins verdeeld is over alle gebruikers. Dus ja. Het is niet ergens af te leggen. Zeg maar. Nou, alleen als je er heel veel moeite voor zou doen, maar de totale lijst aan transacties is in te zien. En op die manier zijn er dus ook mensen die wel bepaalde bitcoin-adressen in de gaten houden. Omdat ze weten van, nou, dit is een adres wat toegewezen wordt of toegekend wordt aan de originele bedenker van bitcoin, meneer en mevrouw Satoshi Nakamoto, we weten niet wie. Hij was toch ontdekt? Nee, hij is al 3 keer ontdekt en dat heeft alleen maar tot heel veel ellende geleid tot, voor de mensen die het dan toch niet waren. Dus het is echt heel dramatisch. Maar dat zijn van die bitcoin-adressen die heel vroeg aangemaakt zijn, waar dan, ik weet niet hoeveel bitcoin erop staan, daar zitten mensen naar te turen. Van, oh, waar heb ik weggedaan? En wie zit erachter? We gaan het misschien wel nooit weten. Dat netwerk, zei ik net, dat bestaat uit allerlei soorten computers, ook je smartphone misschien, dit soort computers, maar ook hele grote servers. En die grote servers, dat zijn meestal de miners. Dat zijn de partijen die dat ingewikkelde rekenwerk ook daadwerkelijk op hun computers uitvoeren. Als jij bitcoin wil gebruiken, hoef jij dat niet te doen. Dat doen anderen in het netwerk. Maar die doen dus moeilijke sommetjes, laat ik het maar even heel wiskundig uitleggen. Dus hele moeilijke sommetjes om te verifiëren dat de transacties kloppen, zodat ik dezelfde bitcoin niet aan 2 verschillende mensen kan uitgeven. Dus valse munterij in de wereld van bitcoin is onmogelijk. Mekaar oplichten in de wereld van bitcoin kan niet. Als ik een bitcoin overmaak naar Jurjen, kan ik diezelfde bitcoin niet ook nog overmaken naar jou. Ik kan wel zeggen dat ik het doe, maar je gaat het nooit krijgen. Dus betekent dat iedere bitcoin dan een serienummer heeft of zoiets? Exact. Ja, precies. Daar kom ik straks nog even op terug. Ja. Dus zou continu in de gaten dat de transactielijst klopt. En als iemand denkt, nou ik gooi er een valse transactie bij in, dan stelt het netwerk, dankzij de software die gemaakt is en dankzij die ingewikkeld sommetje, snel genoeg vast. Dat kan niet, die willen we niet zien. En we verwijten die uit de transactielijst. En daarna weten we weer van, oh ja, deze transacties die kloppen allemaal. En daar zit een heel belangrijk aspect van de waarde die deze technologie voor ons gaat bieden. Want het is eigenlijk alsof al die transacties, dus individueel, door een notaris zijn nagekeken, hè, om even in de oude wereld termen te praten. En dat betekent dat dit dus een netwerk is waarin ik vertrouwen kan hebben dat de transactie gelukt is, zonder dat ik die notaris daadwerkelijk nodig heb. De technologie faciliteert dit voor ons. Dat betekent dat wij zijn Nederlanders, we hebben toegang tot best hoge kwaliteit diensten, maar dat wij dus ook een bitcoin transactie kunnen doen met iemand in een ander land waar de status van alles nog veel minder goed is dan we hier gewend zijn. Als die persoon maar toegang heeft tot een bitcoin wallet, dan kunnen wij betrouwbaar handelen. We hoeven niet bang te zijn dat de bank er wat tussenuit haalt of dat de brief met geld onderweg nog geklauwd wordt of wat dan ook. We weten dan zeker dat het werkt. Dus dit democratiseert wereldwijde handel. Op een onvoorstelbare schaal. Als je maar toegang hebt tot internet, kan iedereen dit gebruiken. En dat zijn er nogal wat over de hele wereld. Ja, maar dat zijn ook landen waar het verboden is. Er zijn landen waar men erover nadenkt om het te verbieden. In Rusland hebben ze het erover gehad. In Korea was het aan de orde. Maar ik heb eigenlijk nog nergens gehoord dat je daarvoor in de cel gaat. Maar het heeft zich nog niet gemanifesteerd, maar er wordt wel heel regelmatig over gepraat. Er zijn best wel vaak overheden die zeggen, vind ik dit wel goed, ik wil het helemaal niet. En dan ontdekken ze het. Hoe kan je het? Het houdt zich niet aan landsgrenzen. Het is niet centrale bank die zegt, ik laat deze transactie niet doorgaan. Nee, dus in die zin is het decentrale karakter zorgt ervoor dat het heel moeilijk is om dat te doen. Maar je kunt natuurlijk best een wet uitvaardigen dat het niet mag. En als iemand erop betrapt wordt, dat hij het gevangen gaat. Maar dan heb je heel veel controlemogelijkheden tot je beschikking. Kun je via het netwerk, heel technisch, kun je via het netwerkverkeer achterhalen dat het om een bitcoin transactie gaat? Net zoals dat je delen van het internet zeg maar kan blokkeren, zoals de Chinezen. Is dat herkenbaar? Van hé, je vindt een bitcoin transactie? Nou, ik heb nog nooit gehoord van een land wat op die manier een firewall optrok.
Terwijl China dat bijvoorbeeld wel voor Facebook en dergelijke gedaan heeft. Daar, voor dat soort pakketjes lukt het wel. Maar laten we even eerlijk zijn, de laatste maanden is China een van de landen waar het meest gehandeld wordt in Bitcoin. Dus het is niet op die manier daar geblokt. Die blockchain, die lijst met al die transacties, noemen we in goed Frans dus een gedeelde enkele bron van waarheid. Als de transactie in de blockchain staat, dan is die waar. En alleen dan, want anders dan staat hij er niet in. Dus het levert een nieuw soort werkelijkheid op. Een werkelijkheid die we niet gewend waren. Een werkelijkheid, dat werkelijkheid waar we aan gewend waren, was dat de accountant een handtekening zette en dan was het waar. Ook al had je de euro's al op je rekening, pas als de accountant zei van ze zijn voor jou, kon je er misschien wat mee. Hier kan iedereen in, want het is openbare software. Op het moment dat je weet waar je naar moet kijken, kun je gewoon die blockchain gaan lezen en kun je dus verifiëren dat een transactie heeft plaatsgevonden. Dus als jij er belang bij hebt dat Jurjen en ik een transactie gehad hebben, kan ik tegen je zeggen, joh, is dik voor elkaar, terwijl het niet waar is. Maar jij kunt het in de blockchain nakijken of het gebeurd is. Als je de juiste gegevens van mij of van ons krijgt of aan ons verstrekt. En dan kan iedereen dat doen. Nou, daar zitten hem de interessante toepassingen. Als we dit even voorstellen als een hele bitcoin, dan kan die dus heel veel verschillende gedaantes aannemen. Het kan euro's en dollars zijn, daar hoor je natuurlijk de laatste jaren het meest over. Die koers die zo omhoog en omlaag gaat. Vandaag ongeveer 416 euro. Dat gaat best lekker weer met de bitcoin. Maar het zou net zo goed een eigendomscontract van een huis kunnen zijn. Of een stem in een verkiezing. Of een andere vertegenwoordiging van een document. Iets wat je bij de notaris zou vastleggen. Kun je ook vrij eenvoudig in de blockchain vastleggen. En die bitcoin die kun je ophakken in 100 miljoen individueel herkenbare stukjes. We kunnen uiteindelijk in totaal 21 miljoen bitcoins gemaakt worden in het systeem. De laatste zou in 2140 gemined moeten worden, verwacht men. We hebben er nu ongeveer 15 miljoen, maar naarmate het netwerk groeit, neemt de vereiste rekenkracht toe. Dus wordt het moeilijker om ze te genereren. Maar ieder van die 21 miljoen bitcoins kun je in 100 miljoen stukjes ophakken. Degene die de laatste zeg maar heeft, dat is echt wel een nieuwswaardig item. Ik denk het wel. Ja. Als je de laatste weet te vinden. Gaan wij niet zo meemaken. Nou ja, de eerste 100-jarigen zijn al geboren, hè, dus je weet maar nooit wat. Ik zal het doorgeven. Maar elk van die 100 miljoen stukjes van een bitcoin heeft een eigen ID en is te voorzien van informatie die ik in mijn makkelijke bewoording dan maar even benoem, is te programmeren. Kun je voorzien van iets extra's. En dat maakt dat een bitcoin dus ook zoveel kilowattuur kan vertegenwoordigen of 100 vaten olie. Nou, dat gaat lekker. Die prijs is vandaag onder de $30 gegaan. Het kan een koopcontract zijn en allerlei andere dingen die je maar van belang zou vinden om vast te leggen. Of van die je voor waar je vindt om uit te wisselen. En gaat het altijd om statische vertegenwoordiging? Of kan het ook een soort dynamisch veranderend pakketje zijn? Geef eens een voorbeeld van iets dynamisch veranderends. Nou, ik kom uit de zorg en ik ben heel erg nieuwsgierig of je de blockchain zou kunnen gebruiken voor bijvoorbeeld de landelijke uitrol van een ECD. Waarbij dus via een veilig netwerk decentraal gegeven kan verdelen. Alleen, dat is niet een vast pakketje, dat is veranderd. Hè? Dat komt er bijna af. Precies. Nou, niets is onmogelijk, maar op dit moment zijn daar nog geen concrete toepassingen voor iets wat continu verandert. Sterker nog, je wilt het juist gebruiken om vast te leggen, dit is de versie van vandaag, zodat als iemand met een andere versie komt, dat je kunt bewijzen, klopt niet, het is niet dezelfde. Dus we gebruiken het dan andersom. Ja. Maar als we het over de zorg hebben, hebben we wel mooi meteen een voorbeeldtoepassing. Dankjewel. Wat je hier nou mee kunt gaan doen, is bijvoorbeeld dat geld slim maken. Tussen aanhalingstekens. Op dit moment werkt het zo dat als je zorgkosten maakt, hè, dan moet jouw arts of jouw ziekenhuis die moet een factuur schrijven. En die moet je dan naar een verzekering opsturen. En die gaan controleren of dat wel of niet vergoed wordt. En daarna wordt het of van jou of van het ziekenhuis wordt het overgemaakt. Dat levert heel veel werk op om dat goed te doen. Het automatiseren ze wel. En nog steeds is het een boel werk en kan het makkelijk misgaan. Je zou dat nu in die munt kunnen voorprogrammeren. We zouden zorgbitcoins kunnen hebben die we ontvangen, bijvoorbeeld als onderdeel van ons salaris.
carecoins waarin geprogrammeerd is waaraan ze uitgegeven mogen worden. En dat betekent dat ik mijn carecoin, dankjewel, niet kan uitgeven aan televisie kopen of aan brood. Maar alleen kan uitgeven aan zorg. En in dit geval misschien ook wel gekwalificeerde zorg. En dat betekent dat de zorgverzekeringen niet meer achteraf hoeven te controleren of het wel goed gegaan is. Want het kan alleen maar uitgegeven worden aan iets wat goedgekeurd is. Okay. De meeste mensen die nog een levendige herinnering hebben aan het communisme, worden nou heel erg zenuwachtig. Ik denk, wat is dat voor rare top-down controle? Maar het gaat me even alleen vooral om het voorbeeld. Hè? Dat je dus de bedoeling van de munt in kunt programmeren. En dat kunnen hartstikke veel verschillende bedoelingen van de munt zijn, maar dit is even een makkelijk voorbeeld. Wat bijvoorbeeld ook nog kan, en dat is dan wel weer heel erg interessant, is dat je bijvoorbeeld ook zou kunnen inprogrammeren dat die carecoin maar een bepaalde tijd te gebruiken is. En dat als hij na 18 maanden niet gebruikt is, dat hij teruggaat naar de zorgverzekeraar, zodat die carecoin voor iemand anders ingezet wordt. Dus je kunt het geld niet meer oppotten. Nou, mensen die zich druk maken voor de 1% waar al het geld heen beweegt, vinden dat dan weer wel een goed idee. Even een vraag. Ja. Als je nou, je zegt van, we krijgen een specifieke carecoin. Wordt dat dan een nieuwe blockchain of zoiets met carecoins? Of hoe moet je dat zien? Nou, hoeft niet. Kan. Er zijn heel veel alternatieve coins, altcoins al gemaakt. Hè? Litecoin en Ethereum en weet ik wat. Die hebben allemaal zo'n eigen eigenschappen. Dus het zou kunnen zijn dat de wereld van de zorgverzekering zegt, wij gaan onze eigen virtuele currency daarvoor gebruiken. Ja. Maar dan moeten ze weer voldoende rekenkracht zelf bouwen en het decentraal genoeg maken dat iedereen er vertrouwen in heeft. Dus op dit moment is het handiger om het aan de blockchain van Bitcoin te koppelen. En het daar te laten gebeuren. Dat is al een wereldwijd dekkend netwerk wat zo decentraal is dat je er gewoon geen invloed meer op kan uitoefenen. Het is inzicht dat je dat kan leveren. Ja. En je kunt er ook laagjes overheen programmeren, waarmee dat allemaal straks nog makkelijker wordt. Laten we niet vergeten dat de whitepaper over Bitcoin in 2008 verschenen is en dat de eerste Bitcoin mining in 2009 pas plaatsvond. Dat is 5 jaar geleden. Dit is echt een mini baby ontwikkelingetje eigenlijk nog. Denk maar aan die ontwikkelingen van internet en de protocollen die decennia daarvoor al bestonden, naar wat we nu in onze broekzak hebben. Dus er kan heel veel, maar van maand tot maand gaat het langzamer dan je zou willen. Een ander voorbeeld, bedrijven zouden op deze manier, dus als ze alles in Bitcoin zouden doen, budgetten kunnen aanmaken voor salarissen, voor de machines, voor de huisvesting en voor onderhoud. En op die manier vooraf al ervoor kunnen zorgen dat er niet te veel uitgegeven wordt aan die posten. Dus dat maakt het werk van een accountant of een controller een heel stuk makkelijker. Overbodig. En eigenlijk in heel veel gevallen overbodig. Is gewoon prima. Wat natuurlijk best interessant is. Ja. Het wordt ook op triple accounting genoemd. Hè. Wat we gewend zijn aan boekhouding te doen, dat wordt dubbel boekhouding genoemd. Je legt zowel inkomsten als de uitgaven vast. En als dan jouw boeken naast die van mij komen, dan kun je vaststellen dat dat klopt. Maar hier zit de transactie zelf, met het bonnetje zeg maar, zit er nog bij. Dan ben je in één keer klaar. Dus het levert voor die wereld wel een revolutie op. Ik hoop dat ze al naar andere banen aan het zoeken zijn, als ze er nog het vinden. Dus het is programmeerbaar. Hè. Je kunt er heel veel informatie aan toevoegen. En het is open, het is allemaal open source software. Dat betekent dat het mogelijkheid biedt tot innovatie, ook tot het vergroten van efficiëntie, maar vooral ook dat het heel veel transparantie kan brengen op plekken waar dat er nu nog niet is. Bijvoorbeeld bij de Belastingdienst. Bijvoorbeeld bij een notaris. Hoezo moet het zo duur zijn om een akte te passeren? Wat doet hij daar eigenlijk voor? Wat nou als een gebouw afbrandt en die met de kluis met documenten erbij? Hè? Hoe zeker ben ik dan nog van mijn testament? Noem maar op. En dan komen we bij de Internet of Things. En hier komen we ook tegelijkertijd in de wereld van de ideeën. Er zijn nog maar heel weinig concrete toepassingen gerealiseerd die vandaag hun gebruiksgemak al bieden. Eentje die wel zou kunnen, is zoiets als die OV-chipkaart. Die zou heel makkelijk op dit soort technologie kunnen gaan werken en veel betrouwbaarder kunnen zijn. En dan wordt hij ook niet meer gehackt. Dat is ook leuk. Maar stel je nou voor, een drankautomaat waar je blikjes fris uit kan halen. Die wordt nu geserviced door een monteur, die stopt er blikjes in en die leegt ook de kassa en al dat soort zaken. Die zou door een zoon voorzien kunnen worden van nieuwe blikjes. Het probleem is alleen dat die drone, die weet niet zeker bij welke
drankautomaat die moet zijn in de huidige tijd. Op het moment dat ze allebei nu aangesloten zouden raken op het Internet of Things en de blockchain, dan wordt het veel makkelijker voor die twee apparaten om elkaar te herkennen. Oh ja, jij bent het apparaat wat de bestelling gedaan heeft. En dan kan de drone ook de transactie via de blockchain laten verlopen, controleren en de blikjes drank bij die automaat achterlaten in de wetenschap dat het goed gegaan is. En op die manier zou die drankautomaat zelfs gewoon een volledig zelfstandige economische acteur kunnen worden, die zijn eigen onderhoud bestelt, zijn eigen voorraden bestelt en ervoor zorgt dat hij, wanneer jij een blikje fris bij hem haalt, dat je er genoeg voor betaalt, zodat hij het volgende onderhoud en de volgende bestelling weer kan betalen. En hebben ze ons in één keer niet meer nodig, die apparaten. Worden ze autonoom? Worden ze autonoom, gaan ze zelf met elkaar handel drijven, de laagste prijs zoeken, de goedkoopste stroom inkopen en kunnen wij leukere dingen gaan doen dan schroefjes aandraaien. Een functie, want anders gebruiken we niemand. Maar ze betalen geen belasting. Nou, dat zouden we in kunnen programmeren. Ja, dat zou dan anders wel moeten. Die moet anders al die sociale voorziening betalen. En ze hebben een eigenaar natuurlijk. Dan komen we nog op hele andere ontwikkelingen. Dat kunnen we de volgende keer nog hartstikke goed doen. Maar veel van dit soort technologieën wordt door mensen met een nog wat verdere blik in de toekomst ingeschat of dit gaat leiden tot dat alles zo ontzaglijk veel goedkoper wordt, dat wij ook niet meer het soort banen nodig hebben waar we nu aan gewend zijn om in ons onderhoud te kunnen voorzien. Dus dan ordegroottes van 100.000 keer goedkoper zou zomaar kunnen over enige tijd. Ja, dat is een heel ander. Daar kunnen we nog 2 avonden over doorpraten. Ander voorbeeld, zo'n wasmachine. Je moet er zelf nog de was in doen, maar daarna zeg je tegen het apparaat, doe de was op het goedkoopste moment van de dag. Want de prijs van elektriciteit varieert door de dag heen. En dan heeft hij zijn eigen portemonnee met bitcoin en dan doet hij de inkoop van zoveel kilowattuur die hij nodig heeft op het moment dat het goedkoopst is. Of hij houdt bij welke onderdelen erin zitten, Internet of Things, kan aan de hand van het typische gebruik en het gebruik van zijn collega wasmachines zien van, oh ja, we zijn nu zoveel gebruiksuren verder, zoveel miljoen rotaties van de wastrommel, het wordt tijd om de lagers te vervangen. En dan kan hij zelf een berichtje uit gaan sturen. En dan komt voordat hij stuk gaat, komt de drone bij jou aan de deur met nieuwe onderdelen. Hier, deze moet er even in, anders dan doet hij het straks niet meer. Oké, dankjewel. Gaat hij dat inderdaad zelfstandig voor jou regelen? En misschien dat jij wel dan niet meer een wasmachine koopt, maar gewoon schone kleren als dienst afneemt. Zelfrijdende auto's. Dit is een echte Google Car. Die zou met een Bitcoin portemonnee en een connection met Internet of Things, die hij eigenlijk al heeft, zelfs een wegenbelasting kunnen gaan betalen. Jij zou met Bitcoin kunnen betalen voor het ritje wat je mee maakt. Daarmee kan hij zijn onderhoud weer inkopen. En heeft hij eigenlijk ons alleen maar nodig om hem in elkaar te laten zetten. En zelfs dat gaat nu al vaak met robots. Dus, ik hoor je wel veel zeggen over inderdaad dat vooral de betaling dan eigenlijk die blockchain is. Maar zitten daar nog meer dingen in? Want ja, andere toepassingen zouden zijn. Dit is een apparaat waar daar kunnen we ongelukken mee gebeuren als onderdelen te veel slijten. Dus hij zou ook bij kunnen houden wanneer bepaalde onderdelen geplaatst zijn. Dat zijn dan transacties die je vastlegt in de blockchain, zodat je zeker weet dat dat onderdeel er toen ingezet is in die auto. Okay. Ja. Waardoor je een onderhoudsgeschiedenis kunt opbouwen die niet te falsifiëren is. Ja. Waardoor het apparaat dus ook zelfstandig kan bewijzen bij de inspecterende autoriteit dat die goed onderhouden is. En dat daar ook niet mee geknoeid zou kunnen worden. Nou, dat is bijvoorbeeld in de wereld van de vliegtuigindustrie iets waar ze al decennia lang, niet miljoenen, maar ontzaglijk veel mensen en in ieder geval miljoenen man uren in hebben zitten om dat soort administratie bij te houden. Zou op deze manier eenduidig kunnen worden vastgelegd. Nou, even nog een vraag naar aanleiding daarvan. Eigenlijk is de essentie van blockchain is authenticatie volgens mij. Dat je unieke tokens hebt die niet vervalsen. Maar dan zou je ook bijvoorbeeld voor paspoorten kunnen gebruiken. Nu kun je paspoort vervalsen. Ja. Maar je kan niet een blockchain, je kan niet een bitcoin vervalsen. Nee, dat is onmogelijk. Dus dan word jij een bitcoin. Nou ja, of dan jij door een token die niet te vervalsen is. Dat is er zijn best wel wat startups die op dit moment zeggen van nou die internettechnologie die stelt dus in staat om op een hele andere manier met identiteit om te gaan. Precies, precies wat jij zegt. Wat nog steeds interessant is, uitdagend, is hoe je van deze gewone wereld met fysieke objecten en echte mensen de vertaling naar digitaal maakt en zeker weet dat dat goed gegaan is. Hè? Garbage in, garbage out. Dat geldt ook hier. Je kunt ook onzin
tegen zeggen vastleggen in de blockchain. En daar heb je helemaal niks aan. Iemand kan het beliegen. En daarna staat het er wel in. Er zijn bijvoorbeeld al onderwijsinstellingen die nu, wanneer ze een diploma uitreiken, het Word-document, zeg maar even voor het gemak, vertalen naar een hash. Die hash, dus een stuk code, wordt in een Bitcoin-transactie vastgelegd. En dan kan ik, als ik iemand in dienst zou willen nemen, verifiëren of dat diploma echt uitgegeven is. Dat zijn wel weer interessante toepassingen. Nou, het is internettechnologie. Die zorgt er eigenlijk altijd voor dat staande barrières en derde partijen in één keer heel beteut staan te kijken van oh, wat gebeurt er nu? Wat doen jullie nou? En daarom denk ik ook dat je Bitcoin en blockchain tekort zou doen als je zegt, nou, Bitcoin is geld voor het internet. Ik denk eerder dat Bitcoin het internet voor geld is, maar eigenlijk is het internet voor vertrouwen. Vertrouwen wat niet langer belichaamd hoeft te worden door een notaris die beëdigd is en zich aan bepaalde wetten houdt die uiteindelijk toch subjectief zijn of eventueel door een dictator in één keer overhoop gegooid zou kunnen worden, maar door wiskunde en technologie die open source is, die ook gecontroleerd kan worden, waar ieder van jullie, als je het zou willen, na wat besteed van een aantal uren, waar je wijs uit zou kunnen worden, de ene wat sneller dan, maar het kan wel, het is geen black box meer, het is niet meer iets wat maar een beetje gebeurt ofzo, je kunt het heel nauwkeurig nakijken. Nou, ik heb hier een filmpje van gemaakt samen met een paar andere mensen wat je op bitcoinproperly.org, zowel in het Engels als het Nederlands als het Spaans kunt vinden. Daar kun je heel vaak op terugkijken. Het is al 11 over 9. Zie je wel, ik heb toch langer over gepraat dan ik wou. Welke vragen zijn er? In het begin gaf je aan van de chain is heel groot, dus je krijgt steeds meer rekenkracht heb je ervoor nodig. En is nu op een gegeven moment die blok zo groot dat je rekenkracht tekort komt. Want we toen zoveel transacties hebben gedaan. Nou, daar zijn serieuze uitdagingen. Het moment dat de Bitcoin whitepaper werd geschreven, meneer of mevrouw Satoshi Nakamoto daarover nagedacht. Hij heeft ook gezegd, nou, als je kijkt naar hoe onze opslagcapaciteit voor chips en harde schijven en dergelijke zich ontwikkelt, dan mag het wel ongeveer zo snel gaan. En dan kunnen we ongeveer zoveel informatie per transactie verwerken, zonder dat we te snel opslagruimte nodig hebben die we niet meer hebben. Maar, als je nu begint met blockchain en je gaat de volledige node starten, dan ben je dus gewoon 30 gigabyte aan het downloaden voordat je de laatste transactie hebt en ook bij je met de rest van het netwerk. Heb je je app op je telefoon gelukkig geen last van. Er zitten allerlei technologische snufjes in voorgebouwd waarmee over tijd je ook met kleine hoeveelheden van die blockchain uit de voeten kunt. Maar dat is natuurlijk dan heel spannend, hè? Want introduceer je dan niet per ongeluk toch een mogelijkheid om valse transacties in te brengen. Er zijn wat voorbereidingen voor getroffen, maar de grote discussie binnen de Bitcoin developer community is nu, hoe zorgen we ervoor dat dit netwerk meer dan de 16 transacties per seconde die het nu aan kan wereldwijd, aan kan. Ja. Want anders dan is het fantastisch, maar dan, ja, waar gaan we het dan in godsnaam voor gebruiken? Dit moet schalen, meer mensen moeten dit kunnen gebruiken, we moeten meer transacties per minuut aan kunnen. Nou, er zijn standstrijden zijn daarover gaande nu, waarbij alle partijen zich terdege bewust zijn van het feit van elke wijziging die we nu introduceren om dit mogelijk te maken, moet wel zo zorgvuldig overwogen zijn dat we niet mogelijk de betrouwbaarheid van dit systeem in gevaar brengen. En daar zit dan dus heel veel fundamentele denkkracht die daar op dit moment aan besteed wordt. De rekenkracht die in het netwerk nodig is om nieuwe bitcoins te genereren, die wordt aangestuurd door een algoritme. Omdat al die computers met elkaar in verbinding zijn, weet Bitcoin hoe groot het netwerk is. Dus als er een nieuwe server farm in China bijkomt, dan gaat de rekenkracht omhoog. Want dan zou het anders te makkelijk worden om toch die cryptografische sommetjes, die moeilijke wiskundige dingen, te kraken. Maar als er drie server farms in China afbranden, of van het elektriciteit worden afgesloten, zakt de vereiste rekencapaciteit ook weer mee terug. Wie zijn die server farms? Sorry? Van wie zijn die server farms? Van individuele partijen. Voor zover we weten zijn die niet van overheden. Maar van mensen die
de commerciële mogelijkheden in zien. Hè, die dan zeggen van nou, ik wil het risico dat ik niet elk blok de bitcoins krijg, de gratis nieuwe bitcoins, dat neem ik, want ik ga ze vaak genoeg krijgen. En bovendien mogen ze altijd ook nog een transaction fee vragen voor het verwerken van transacties. Dat zijn servers die minen? Ja. Of ook die gewoon het grootboek opslaan? Nee, dat zijn de partijen die minen, die echt het ingewikkelde sommetjes maken. Dat moet voor hen wel interessant zijn om dat te doen. Anders hebben wij geen netwerk om betrouwbaar gebruik van te maken. Dus vandaar dat zij die eens in zoveel tijd die gratis bitcoin winnen. En dat nu dan voor 416 euro per bitcoin kunnen verpassen. En ze later, wanneer dat niet meer zo vaak gebeurt, ook gewoon voor de transacties een vergoeding kunnen vragen. Zodat het voor hen nog steeds commercieel uit kan om een server farm te draaien. Dat schijnt nu volgens mij nog niet eruit kunnen, toch? Dat ze in principe geen winst maken. Zou ik met tegenlichten? Nou, de laatste tegenlichtuitzending over bitcoin is niet mijn favoriete stuk televisie over bitcoin. Dat is toch vrij partiële informatie geweest. Er zijn ook mensen die, het is wel waar, er zijn ook mensen die zeggen, ik vind dit zo belangrijk, maakt mij niet uit dat ik dat geld verlies, ik wil gewoon die rekenkracht aanbieden. Maar er zijn er genoeg die daar gewoon netjes hun brood mee verdienen. En als ze vinden dat ze te weinig verdienen, dan kunnen ze gewoon zijn sexy fees gaan vragen. En als het niet uitkomt, dan waren die private partijen er niet geweest om online een beetje vragen aan te moeten maken. Ik denk dat het steeds groter worden van het netwerk nou ook iets voor de eindgebruikers, want die miners dat die capaciteit nodig hebben, dat snap ik. Maar ik als eindgebruiker merk ik daarin iets van dat zij meer tijd nodig hebben om bijvoorbeeld zo'n transactie te bevestigen. Nee, want de algoritmes zitten nog steeds zo in elkaar dat jouw transactie binnen 10 minuten bevestigd gaat zijn. Ja. Vaak genoeg bevestigd gaat zijn dat je erin kunt vertrouwen. Wat we aan de gebruikerskant vooral merken is dat de hele user interface nog lang niet altijd helder genoeg is voor iedereen om intuïtief te snappen hoe het werkt en dat het goed gaat. En er zijn ook wel een paar, hele belangrijke aspecten die anders gaan dan we traditioneel gewend zijn. Als ik dat nog mag laten zien, deze sla ik over. Maar traditioneel zijn we gewend dat geld, dat je dat in een zak bij wijze van spreken onder je bed kan hebben staan. En dat als Anna een transactie doet met Henk, dat er gewoon van haar geld wat naar Henk verschuift en dat zij daarna dus ook minder heeft. Zo werkt je bankrekening ook. Dat is het beeld wat we hebben bij het doen van transacties en het overmaken van geld en het overmaken van bitcoin. Maar het werkt heel anders. Want bitcoins, dat vertelde ik net, die hebben allemaal hun eigen publieke adres. Maar om die bitcoin te kunnen overmaken naar een ander heb je ook een private sleutel nodig. Een unieke code, een wachtwoord. Om die transactie te kunnen doen. Dus als, stel je nou voor, Anne heeft er 2 en Henk heeft er 1 en die middelste die wordt door Anne overgemaakt aan Henk, dan kan ze dat alleen doen als zij haar geheime private key weet te reproduceren, tegen Bitcoin zegt, ja, die ga ik overmaken naar Henk. En daarna heeft Henk een sleutel die het op die Bitcoin doet en Anne niet meer. Dus eigenlijk verplaatst ze nu niks meer. Het is net alsof je een wachtwoord aan iemand anders geeft en zelf ervoor zorgt dat je het vergeet. Je geeft eigenlijk toegang tot de waarde. Het gaat om toegang tot de waarde. En dat is waarom Bitcoin zo interessant is. Als Bitcoin kan voor alles en nog wat vertegenwoordigen. En dan kunnen we dus eigendom over dingen, kunnen wij via een Bitcoin transactie regelen zonder dat het ding zelf maar een millimeter van zijn plaats hoeft te gaan. En dus kan zo'n bitcoin of zo'n 100 miljoenste deel van bitcoin ook allerlei verschillende dingen voorstellen. Nou, alleen dat concept al is voldoende om 3 dagen lang hoofdpijn aan over te houden ten opzichte van wat je gewend was. We staan ook al 3 minuten drankbaar om de hoofdpijn te verhelpen. Maar dit of te ver, dat is sowieso onze kaart. Maar dit zijn de dingen die maken dat het dus voor ons anders werkt, maar dat het dus juist voor die Internet of Things ook toepassingen mogelijk maakt die we eerder niet konden. Want een apparaat kan hartstikke goed met dat soort private keys overweg. Daar hebben we al decennia lang hele goede software voor geschreven. En de chips waarmee die software verwerkt wordt, die zijn ondertussen zo miniem klein, die nemen zo weinig stroom, dat bijna alles wel voorzien kan worden van dit soort capaciteit. Nou, daar zitten dan de interessante kansen. Daarom denk ik dat dit revolutionair is. Maar daarom denk ik ook
dat ik vandaag niet kan, met zekerheid kan zeggen wat over 5 jaar dan die eerste waardevolle toepassing van de blockchain is, waarvan we allemaal zeggen, ja, duh, natuurlijk. Er is nu te veel tegelijkertijd gaande. Zijn echt, dus afgelopen kalenderjaar is er meer dan $1 miljard geïnvesteerd in startups wereldwijd. En dat was dubbel zoveel als in 2014. Dus dit is echt een markt waarvan alle bedrijven en alle investeerders zeggen, hier gaat wat gebeuren. En ze zijn met allerlei verschillende dingen bezig. Met identiteit, met automatisering, met het uitfaseren van banken. En weer andere partijen, nou, die banken die hebben het geld, dus we gaan voor hun specifieke dingen maken, zodat ze nog even kunnen blijven bestaan. Dat gaat allemaal met elkaar concurreren. Dus nou, eigenlijk vragen, hoeveel blockchains zijn er? Hoeveel? Een blockchain. Er zijn... Ja, Bitcoin heeft 1 blockchain. Sorry? Bitcoin die heeft 1 blockchain. Die heeft, ja, die heeft zijn blockchain. Hoeveel blockchains zijn er in de wereld? Er zijn een paar duizend altcoins, dus er zijn een paar duizend blockchains. Maar sommige van die altcoins... Die zijn al doodgebloed. Die staan op 10 computertjes of zo. Dus dat is niet echt een gedecentraliseerd. Wat is gebeurd bijvoorbeeld als een land als Nederland of als Europa een blockchain gaat openen of gaat construeren? Dan heb je er wel het vertrouwen van een ECB erachter zitten. Een blockchain is internet. Internet kan grenzen. Dus ja. als jij het op je computer in Nederland zet. Dus het nu, wie is nu de eigenaar van Bitcoin? En dat is, dat, die kun je niet aanwijzen. Dus het is net als het is een vraag en aanbod wat de waarde bepaalt. Ja. Maar als er een overheid achter zit, dan kan die de waarde bepalen. Nou, ja, en dan als, weer gewoon een, als dat de overheid niet kan bepalen hoeveel Bitcoin beschikbaar komt in de markt. Want Bitcoin heeft geen centrale bank. Bitcoin heeft een protocol waarin vast ligt dat er maximaal 21 miljoen kan. Ja, maar ze kunnen hun eigen blockchain maken. Op het moment dat ze hun eigen blockchain kunnen maken, kan dat wel. En als je je dan bij wet verplicht om daar gebruik van te maken voor je belastingbetaling, paspoort of wat dan ook, dan kan het. En dan, dat hoeft ook niet erg te zijn, want het gaat in dat geval waarschijnlijk vooral om het vastleggen van een transactie op zo'n manier dat wij er allemaal vertrouwen in hebben dat het ook zo plaatsgevonden heeft. Dus als ze dan geen veilig genoeg gedistribueerd netwerk kunnen realiseren. Ja, maar ze hebben wel de controle op dat moment. Ja, nou ja. Ja. En ze kunnen ook het aantal bitcoins of het aantal coins regelen. Ja, maar dan zullen ze er een specifieke toepassing voor moeten hebben. Die logisch lijkt. En in die zin ontstaan er ook voor overheden interessante tijden. Want ze krijgen concurrentie van partijen zoals Bitnation die de blockchain gebruiken om bijvoorbeeld huwelijksactes in vast te leggen. Ja, testamenten. Ja. Ja. En in één keer kun jij zeggen, nou ik hoef niet meer voor de wet getrouwd te zijn, ik hoef niet meer voor de kerk getrouwd te zijn, ik wil voor de wereld getrouwd zijn, ik leg mijn trouwakte vast in de blockchain. Ja, inclusief je alimentatie en zo. Als je een Estlands e-ID hebt en ieder van ons kan dat aanvragen, dan krijg je een online digitaal ID, wat beter werkt dan DigiD in Nederland, wat in Estland ook gebruikt wordt voor je rijbewijs en allerlei andere dingen, een OV-chip of een OV-kaart. Maar wij als Nederlanders kunnen het gebruiken om een trouwakte vast te leggen en vervolgens de blockchain in te schieten. Als we dat liever daar doen dan bij onze overheid. Dus onze overheid, die altijd de mond vol had van we hebben meer concurrentie nodig in de zorg, we hebben meer concurrentie nodig bij het openbaar vervoer, die mag nu zelf in concurrentie met technologie. Die zie je bij ons zaken. Ja, dat ben jij. Nou, ik hoop dat je al... Dat niet je eerste introductie in de blockchain is, maar jullie hebben een hoop te doen. En een hoop kansen, laten we wel wezen. Want je kunt het natuurlijk zien als fout, evil en wild en zo. Maar je kunt ook kijken naar wat is nou de betrouwbaarheid van de diensten die we nu leveren aan onze burgers. En hoe worden wij een nog interessantere, nog veiligere overheid met dit soort technologie bijvoorbeeld. Ik kan het wezen dat een reis zelf hebben van een Europese blockchain code. Ja. Waar je identiteit op baseert. Vrij kunnen reizen. Ja, kan. Het is nu al zo dat er in een aantal vluchtelingenkampen met papieren uitgeprinte QR-codes en dergelijke in de eerste versies, eerste ruwe versie identiteit worden vastgelegd als er bijvoorbeeld geen paspoorten meer zijn. Zodat er die mensen kunnen vastleggen. Ik ben hier nu voor het eerst geregistreerd. Ik heb ook iets waarmee ik me op andere plekken voorlopig kan identificeren. Zodat ze weer zichtbaar worden voor een overheid. Ja. In plaats van dat ze ergens vaag zweven. Dat maakt ook gebruik van dit soort technologie. En dat zijn hele humanitaire toepassingen. Ja, het feit dat ze mens zijn is niet genoeg. Ze moeten ook nog een QR-code hebben. Ja, maar dat is de erfenis van de afgelopen eeuw. Ik bedoel, we staan
serieus voor een paar hele interessante uitdagingen als Europese en als wereldmaatschappij. Waar dit hopelijk in gaat helpen, maar voorlopig hebben we vooral onze spoken uit het verleden te bevechten. Denk ik. Maar dat is een heel ander verhaal. Dat is echt voorbij de rol. De e-identity van Estland, maakt die gebruik van blockchain? Nee, die maken nog geen gebruik van blockchain. Maar als je hem hebt, kun je dus via Bitnation wel ook bijvoorbeeld je trouwakte er nu al in vastleggen. En daar komen steeds meer dingen bij. Dus ook een notarisakte, dat je ook andere belangrijke documenten in een versie die dag actueel is, geregistreerd krijgt. Zodat je altijd kunt laten zien, dit is de versie die we afgesproken hebben. En een ander die iets vervalst, onmaskerd kan worden bijvoorbeeld. Maar hoe kan dat dan voor mij worden gebruikt bijvoorbeeld? Wat moet ik met Estonia als ik daar een huis wil kopen of iets? Of waarom zou ik daar gebruik van willen maken? Je moet natuurlijk niks. Maar de grap is nu dat Estland heeft gezegd, wij ontwikkelen dit voor onze burgers, maar waarom zou ik niet beschikbaar stellen aan iedereen in de wereld? Mm-hmm. Dus als jij internationaal wil handelen, dan kun je nu met een Estes EID, kun jij betrouwbaar je identiteit bewijzen, omdat de Estse overheid jou die identiteit heeft verstrekt. Dus dan maken we nog gebruik van het oude waardesysteem. Ja. Een oude overheid. Maar het is wel een eerste stap. Want ik denk dat er wel heel veel mensen in de wereld zouden zijn die Nederlands burgerschap onderhand bereikt zouden willen hebben. Dus ik verwacht dat government as a service best wel interessant spul worden. Maar stel dat je daarin hebt staan wat je testament is, zou die dan in Nederland geldig zijn? Dat hangt van de lokale wetten af. Ja. En die lopen altijd een beetje achter. Maar er zijn in Amerika al toepassingen gemaakt. Daar is bijvoorbeeld, werkt het zo dat als iemand overlijdt, dan wordt die social security number op een gegeven moment in een bepaalde lijst online gepubliceerd. Dat betekent dat je een digitaal testament kunt opstellen wat daarnaar kijkt. En op het moment dat social security ID van die persoon voorbij komt, dat digitale testament getriggerd wordt en uitgevoerd wordt. Dus dat biedt allerlei kansen, ook allerlei interessante uitdagingen. Misschien ook wel echt dood in de rode. Garage in, garage out. Maar er zijn ook experimenten gegaan met kadaster en dat vastleggen in de blockchain. Dat is met name in landen waar veel corruptie is. Lijkt dat interessant, maar daar is natuurlijk uiteindelijk gewoon het geweer wat iemand op zijn hoofd krijgt, het nog wat doorslaggevende argument dan de transactie in de blockchain. Dus dat is altijd een balans. Het is heel makkelijk om er iets heel rooskleurigs over te zeggen. Maar de praktijk van de straat, van het bos, van de zandweg, heeft vaak prioriteit boven dit soort zaken. Maar het kan wel leiden tot mooie toepassingen en andere soorten vertrouwen. Nou, 9:30. Ik moet in gaan pakken omdat ik mijn trein moet gaan. Ik hoop dat jullie ietsje wijzer zijn geworden. Veel wijzer. Fijn gegeven. Dankjewel. Wil je meer weten? Je kunt me volgen op Twitter dus. Op Twitter zie je regelmatig een paar keer per dag zie je van mij tweets voorbij komen met dingen van je, nou, het is wel moeite waard om te weten. En de nieuwsbrief daarvoor kun je inschrijven op bitcoin.nl. Die komt op dit moment ongeveer één keer per twee weken uit en daar probeer ik een beetje meer duiding te geven. Hoe meer lezers, hoe meer vreugde. Mocht je later nog vragen te binnen schieten, stel ze op Twitter, stel ze via de site. Ik zal mijn best doen om het antwoord te geven. Dank je.